ben Laura Groeneveld. Ik wilde graag hier onderzoeken, omdat ik al eerder projecten heb gemaakt op het Over het IJ Festival. En daarin werkte ik heel individueel. Ik wilde heel graag het publiek persoonlijk benaderen en heel intiem werken. En dat is eigenlijk ook mijn onderzoeksvraag geweest om te beginnen bij het atelier. Dat ik eigenlijk wilde kijken hoe kan ik die intieme persoonlijke benadering eigenlijk vergroten naar een grote groep mensen en ook naar een groter gebied. Ik had al een eigen klein bouwwerkje bijvoorbeeld gemaakt, maar ik wilde eigenlijk nu kijken van hoe kan ik dat in een grote ruimte plaatsen. En qua thema ben ik nu gaan werken vanuit wat een thuis is en wat dat zou betekenen voor iemand. En vandaar dat ik eigenlijk ook op zoek ben gegaan hier naar een plek wat voor mij een beetje thuis is. Dus op de Schellingen heb ik een heel mooi heideveld daarvoor gevonden, die me eigenlijk doet denken aan een heideveld in de buurt van mijn ouders waar ik ben opgegroeid. En op de Werf heb ik een gebied tussen hele grote hoge muren, echt een hele oude open vlakte gevonden. En daarin plaats ik het publiek. En vraag ik ze eigenlijk mee te doen en op te schrijven wat voor hun een thuis is.